Ja, dit is Alexander Palace in Noord-Londen. Een gebouw uit 1873. En de komende weken is dit het Holland Heineken House. Gisteren is het gebouw geopend door niemand minder dan de dochter van Freddy Heineken. Goed, dit weekend zijn de Nederlandse ogen onder andere gericht op het wielrennen. Marianne Vos is dé favoriet bij de dames. En de allereerste wedstrijd die zij ooit reed, was in Rijswijk. Op mijn vijfde mocht ik mee gaan trainen, op mijn zevende mocht ik mijn eerste wedstrijdje gaan rijden. En mijn allereerste wedstrijd, dat was in Rijswijk. Vos werd vijfde in Rijswijk. En ze was dan wel pas 7 jaar, maar erg boos dat ze niet gewonnen had. Ja, dus was ik de week later gebrand op revanche en werd ik als, won ik toen wel mijn eerste wedstrijdje. Nou ja, en toen was al wel duidelijk dat het fanatisme in ieder geval er wel in zit. En dat fanatisme is gebleven. Aanstaande zondag gaat Marianne op voor haar tweede gouden Olympische medaille.